Ding, ding. Als hier niet staan, hebben we nergens geen last van. Ja, dat kan. Dat kan, nee, dat is zo. Nee, maar de muur is... We moeten niet omhoeren, want we hebben het toch mezelf ondervonden. Nou, dat is dus niet waar. Zoek het maar uit en boem, klap, het was het. Ga iemand niet zitten zieken. En ik heb niks met de buurman of de buurvrouw te maken. Het is net of je dan al de verleugenaar neergezet wordt. Dan moet ik daar naar mee. Het slaat groen uit op het paadje van mevrouw Van der Brink. En dat komt allemaal door het regenwater dat rechtstreeks van het dak van haar buren naar beneden valt. Maar mevrouw Van der Brink zet haar kliko zo neer dat de regen opspat tegen de keukenmuur van haar buren, de familie van Gelderen. En die muur wordt kletsnat en daardoor ontstaan er enorme vochtplekken. En dat allemaal omdat er geen dakgoot hangt. Dus dit is het probleem, waardoor hier de bestrating helemaal groen uitslaat en de viezigheid erop valt, zodra het geregend heeft. Al het mos wat nu op het dak ligt, dat valt dan hier op het tuinpad bij mij. Onderin, dat is hemelzwart. Dat is hemelzwart. Ze zeggen, als jullie er een dakgoot aan doen, is alles... opgelost. Ik zeg, ja, maar als jij de container even verplekt, die hoef ik niet op een andere plek te zetten, zegt ze. Dat is mijn grond. Nou, we hadden een plekje op de muur. Dus ik ging er naartoe. Ik zeg, José, we hebben een probleempje. Onze muur wordt weer nat, want jij hebt de containers te staan. Nou, ze, dan zet ik ze wel even aan de kant. Dus ze zetten ze zo'n stukje weg. Ik zeg, ja, maar daar heb je niks aan. Ik zeg, José, dan moet je eens even naar binnen komen, naar mijn muur komen kijken. Ze zegt, daar, kom jij maar eens naar mij. Kom jij maar eens bij mij achter. Mijn kant, waar een dakgoot is, is bij lange na niet zo groen uitgeslagen als die kant. Zij zeggen dat het water wat van het dak valt, dat spettert op de kliko's, dat spettert tegen de muur en dat de lekkage veroorzaakt. Ik ben er niet zeker van dat daar doorkomt. In mijn optiek hebben zij zelf last van hun eigen hemelwater. En dat leggen ze nu bij mij neer. En toen zei ik naar zo'n zee toegegaan, toen wou ik daar weer over praten. En toen zei ze, ja, zie je Piet, dakgoot eraan. En dan is het probleem opgelost. En ze kwalt zo de deur van me dicht. Dus ja, toen was ik klaar. Ik zeg, en dan erbij. Ik zeg, vroeger hadden wij de grind liggen. Ja, vroeger, dat was vroeger, zegt ze. Ik zeg, dat lag grind en daar ving de water op. Ik zeg, toen heb jij het aangestraat. Ik doe met mijn grond wat ik zelf wil. Ik zeg, ja, maar... volgens mij was er wel een stukje van ons. Toen ik dit huis kocht, was het pad tussen ons huis, gedeeltelijk met grind en gedeeltelijk met tegels. 12 jaar geleden heb ik de bestrating vervangen. Op een bepaald moment kwam mijn buurman aan de deur. En die had een hele gele lijn getrokken op mijn tegels. Om aan te geven dat zijn deel was. Überhaupt het feit dat iemand, zonder dat we verder iets bespreken, een gele lijn op mijn tegelwerk gaat trekken, ben ik ook niet zo blij mee natuurlijk. Weer een emmertje onkruid. Nou, ik zei aardig gestrest, dat zou ik er wel bij zeggen. Ik ben er niet zeker van dat daar doorkomt. En nogmaals, als er een dakgoot zou zijn, dan is er geen opspattend water. Ja, we vinden wat is... ik vind het gewoon zeikviool. Ik woon hier 45 jaar en nooit geen problemen gehad. En dan zei ik 75 en nu komen ze mee een hoop ellende op een weg verzadeld. Een ander punt is dat de buurman een hele hoge schoorsteen heeft geplaatst. En dat daar een kachel is waar hij iets in stookt, die zorgt voor een hele penetrante lucht. Dat ruik je hier in huis als de wind deze kant op staat. Het is gewoon vruchtbomenhout. Het is gewoon appelhout. En dat wordt dan hier in die kachel verstokt. Hij brandt enkel als het is weken achter elkaar dat het dat is. Dan steek ik een keertje aan dat het hier wat droger wordt voor de voer van de duiven. Verder brandt hij nooit. Het stinkt. In mijn tuin, ook in mijn huis. Ik ruik het in huis. Als de wind deze kant op staat, ruik ik het in huis. Weet je wanneer die een keer wat langer brandt? Ik doe ook zoete appeltjes drogen. Daar hebben jullie nog nooit van gehoord, denk ik. Nee. Zoete appeltjes drogen en dan doen we die 's winters opeten met bruine bonen. En die doe ik hier zo opdrogen.
met dit ding. En dat hangt dan hier zo boven. Dan brandt hij wat langer. En dat is het. Het is de kersenboom. Ja, die stekker die liggen allemaal hier. Dat is allemaal op mijn grond. En dit is mijn kastje. Als het zo meteen een keer hier valt en het valt daarop. En het is allemaal glas daar in de tuin, in de kast. He? En nou om zijn kleren vrotte container, dat je daar zo'n hoop hebben van krijgt. Mensen haar prutten toch niet van die potter. Ik kan godverdomme wel. Ik wil de hele zaak altijd klein klaar. In die stukken staat het eigenlijk. En dan moeten nog tegen zijn in goede harmonie. Goh, man, nou, hoe pret me ja, er niet van. Die goede harmonie die is over. Sinds dat zij die deur dichtgeslagen heeft, is die goede harmonie gewoon over. Reine de rechter, mijn eis is dat mijn buren zorgen voor hun eigen hemelwaterafvoer. En dat ze daarnaast ervoor zorgen dat ik niet langer hinder heb van stank van hun stoken. Reine de rechter, ik wil hebben dat ze de bomen zelf snoeit en de rotsen op de rij gehaald. En dat ik geen last meer heb van de natte muur dat ze containers op een andere plek had. En dat de stenen die op mijn grond staan eruit motten en dat er grind in mot. Welkom hier in de studio. Ja, u woont eigenlijk al 30 jaar naast elkaar. En u was het op een gegeven moment zat en toen heeft u een brief geschreven. Wat stond er precies in die brief? Zij eiste dus een nieuwe dakgoot. Dat hebben wij gezegd, de containers aan de kant zetten is toch veel makkelijker en goedkoper als een nieuwe dakgoot eraan. Toen is mijn man er naartoe gegaan en toen had ze de deur voor ons dichtgegooid. Nou, dat was een grote belediging, want zoiets waren wij van onze buurvrouw niet gewend dat ze zoiets zou doen. Gewoon en dat maar klopt ook, want dat heb ik ook niet gedaan. Ik heb ook niet de deur dichtgegooid. Je hebt hem dicht gedaan en je zegt, dag Piet. Je bent er niet bij geweest, dus ik ben. Je moet het doen met wat er gezegd, met wat er verteld is. Je zei, dag goot eraan Piet, en het probleem is opgelost. En ze zei, dag Piet, klababber, de deur dicht. En dan wil je vertellen dat je het niet gedaan hebt? Kom nou. Jij belt bij mij aan. Jij hebt net daarvoor heb jij bij mij op mijn bestrating een gele lijn getrokken. Ja. Zonder dat ik ergens vanaf weet, zonder dat er iets besproken is. Dus er zat ook wel een beetje ergernis bij. Nee, want bij dat u? Heeft hij me op dat moment verteld. Mm-hmm. Maar de ergernis zat in het feit dat ik hier al veel en veel langer mee bezig ben. En dat ik geprobeerd heb de dialoog aan te gaan met ze. Mm-hmm. En dat is op geen enkele wijze gelukt. Zomers ook, dan heeft ze die container precies bij ons onder de badkamerraam staan. Mm-hmm. Die vliegen die vrijheid en hoe onder aan het op. Ze komen de carbonaat van het bord afhalen. Dat is helemaal beschoten, Mieter. Ja. Maar je schudt nee. Maar ja. Bedoel, het soort bij jou gaat die container precies voor hun neus staan. Wie wil zijn stinkding over de deur hebben? Ja, dat is jouw probleem, zo is het niet. Mm-hmm. Nou, u heeft er last van en u heeft eigenlijk gevraagd: wil u hem weghalen? En u zegt: ik doe het niet. Nee. Ik heb aangegeven dat het voor mij het meest praktisch is als die containers aan die kant staan. Ja. En ik heb ook aangegeven van, joh, luister, we moeten hier met elkaar wel uit kunnen komen. Maar door het verplaatsen van mijn containers is het probleem natuurlijk niet opgelost. Ja, voor u misschien niet, maar nee, zij ervaren voor hun dat ligt wel, maar voor mij Jenny, niet. Dakgoot eraan, zal ik de containers wegzetten. Dat zeg ik toch? Maar ik kom thuis. Maar daarmee, ik zal het bepraten thuis. Maar dat was wat jij op dat, mag ik heel even uitpraten, Piet? Dat was wat jij op dat moment tegen me, ik zal het bepraten. Thuis. Ik zeg, lijkt me een prima idee. Ja. Weet je, als je naast elkaar woont, is het geven en nemen. Tuurlijk. En ik heb nu al 30 jaar lang, mag ik alsjeblieft niet altijd even uitpraten? Niet altijd nemen. Oh, mag ik nou even uitpraten? Want zo ervaart u dat. Want hoe ervaart u dit als de buurvrouw zo tegen u praat? Nou, ik word wel een beetje pissig. Ja, en wat maakt nou dat u pissig wordt? Omdat het zo onrechtvaardig is. En wat is er onrechtvaardig? Nou, waarvoor moet zij per se die container tegen mijn huis aanzetten? Terwijl ze kan hem ook bij de regen tegen het huis aanzetten. Ja, en dat voelt een beetje als? Ja, dwarszitterij. Als dwarszitterij, ja. Die mensen die uit de stad komen, die denken dat iedereen op het platteland de les te lezen. Want je moet dit en je moet dat. Die denken overal iedereen de dienst uit te maken. En die winnen altijd, toch? Ja, ook dan nog. Ook dat nog. Nou, we zullen eens gaan zien, hè, wie er wint. We hebben de kliko's, een afwezige dakgoot, een doorgelekte muur, een groen paadje, een penetrante geur en er is ook nog een kersenboom die op instorten staat. Alle deskundigen staan paraat om meester Visser te informeren. Fijn dat je er ook bent. Ja, graag gedaan. Goedemorgen, Jozef van Brink. Hier gaat het allemaal om. Zullen we even deze kant op lopen? Dit is het paadje. Nou, fijn dat u er ook weer bent.
En u bent al aan het meten geweest? We zijn al aan het onderzoek uit geweest. Dus okay. Het is de 28 centimeter tussen de grens en de hoek van het huis. Achteraan is 22 centimeter. Oh, dat is nog meer dus. Minder. Oh, minder. Neem ik kwalijk. Ja. Die containers staan strak tegen de muur aan. Zo. Helemaal strak zo, ja. Tegen. Zo de staan laatste paar weken heeft ze verzet. De eerste stonden ze altijd zo. Hier of meer naar achteren? Ja, ik ben altijd in de veronderstelling geweest dat deze hele ruimte van mij was. Dus dat is voor mij geen reden om ze van de muur af te zetten. Vanaf het moment dat ik geconstateerd heb dat de buurman een gele streep heeft gezet, heb ik ze netjes binnen de gele streep. Nee, dat is niet waar. Maar jij, dat is niet waar. Moet niet liggen. Wacht, is aan mij eens vertellen. Ik zeg tegen jou, José, hier lag vroeger grind. Toen zeg je, het is mijn pad. Hier lag dus vroeger helemaal grind, maar toen u het kocht, was het al gedeeltelijk bestraat? Ja. Maar er lag hier nog een strookje grind aan de weerszijde. En ik heb 12 jaar geleden heb ik deze bestrating aangelegd. Goed, meneer Borgers, ja, er zijn klachten over vocht binnen. Als je water op het dak spuit, laat het vanzelf al aflopen. Je ziet het al bovenin al helemaal nat worden. Ja. En dat heeft dus weinig met die containers te maken. En ik hoor het kletteren op de grond. Ja, het probleem met een gevel zonder goot is dat het op beneden ook altijd opspant. Ja. En wat je heel goed kan zien is dat hij hier direct in de muur trekt. Dat is dus het deel waar eigenlijk al water vanaf het dak afstromend terecht komt. Ja, en dit deel van de gevel is helemaal waterdicht gemaakt. Het probleem zit met name hier, hierachter. Kijk, hier zie je pareltjes ontstaan, druppeltjes ontstaan. Dus dit kan er niet meer doorheen? Dit kan er niet meer doorheen. Maar ja, wat er hier intrekt en erachter komt, kan er ook niet meer uit. Nee. Als de containers hier niet staan, hebben we nergens geen last van. Ja, dat kan. Dat kan, nee, dat is zo. Nee. Maar de muur is we moeten er niet over horen, want we hebben het ook mezelf ondervonden. Oh meneer, even gewoon doen, hè? Nee, ja. even normaal doen. Ja, nee, dit is geen manier om tegen de deskundigen te praten. Nee, maar wij zijn de mannen die niet altijd meemaken. Dan kunt u dat normaal zeggen. Dat hoor ik ook. Het is met zo'n plekje begonnen, hè? Ja, maar dat klopt. Maar als er eenmaal een transport zit door de muur, dan zal het steeds makkelijker gaan. Er is ook nog een kastanjeboom, daar wil ik nu ook even naar kijken. Kom maar mee. Ja. Ik weet dat die terminaal is en de takken die echt gevaar opleveren, die heb ik of eraf gezaagd en van het najaar is er inderdaad eentje afgebroken. Dat was aan deze kant. Is dat de pijp van uw beroemde houtkachel? Ja. Dan gaan we daar eventjes naar kijken. Ja. U heeft ook een open haard, of niet? Ik heb een houtkachel uit. Daar vallen we niet over. Dat hoort erbij, dus daar val je niet over. Omdat dit ook een houtgeur geeft, een normale stookgeur. En wat denk je dat wij verstoken dan? Ik weet niet wat jullie verstoken. Ik weet alleen dat het een penetrante geur geeft die niet naar hout ruikt. Nou. Anders hoor je mij daar niet over. Ja, goed. Dan gaan we nu naar de houtkachel. We gaan even hiernaast. Ja, eerst even gaan we naar de houtkachel en dan gaan we het binnenwerk doen. En u bent onze houtstookdeskundige. Daar ben ik, Bart Leeners, aangenaam. Welkom. Kom er gezellig bij. Dit is het Corpus Delicti. Deze kachel. Ik kan laten zien hoe je volgens de Zwitserse methode de kachel kunt aanmaken, dat je minder rook ontwikkelt. U heeft uw eigen hout meegenomen. Ja. Die Zwitserse methode, dat is eigenlijk, je maakt het vuur niet met een krant aan onderop, maar je maakt het vuur bovenaan met een aanmaakblokje. Uh-huh. En daardoor heb je veel minder rookontwikkeling. Oh, dus Maar ik doe ook het aanmaakblokje altijd onderop. Ja, dat is niet goed. Is dat niet goed? Foei. Want ik doe altijd de aanmaakblokjes onderaan en daar stapel ik een soort cowboy dingetje omheen. En dat doet hij er dan gewoon bovenop. Je creëert minder rook, dat is het idee. Dat is niet geloven, maar ja. Ik ga nu even binnenkijken voor de lekkage. En dan kom ik terug om te kijken of de kachel inmiddels goed brandt. En dan kunnen we ook gelijk kijken, roken en geuren. Nou, hier bent u nogmaals de baas. Heeft u het al gezien binnen? Ze hebben het een keer laten zien. Ja. Nee, nooit. Je wou niet kijken. Het is jammer dat je dit nu zegt, want ik heb vorig jaar... Nee, jullie, José. Zijn wij hier samen geweest, toen heb je het gezien, toen heb je het mij Jij hebt één gezien, je moet bij mij komen kijken, maar je hebt niet naar de muur gezien. Jij, toen heb ik gezegd, ik heb het gezien, kom dan even heb bij jij, mij kijken. Heb jij binnen gestaan? Ik heb hier bij deze deur gestaan, dat jij mij hebt laten zien. Ik zeg tegen jou, je moest even naar mijn keuken kijken. Toen zeg jij, kom jij maar eens mee naar achteren. Klopt. Maar toen ben jij niet... Jij hebt niet zo gestaan dat je het echt gezien hebt. Nou, we gaan nu kijken. Ja. Nou, meneer Borgers, het schimmelt daar. Ja, die hele muur is echt nat. Dat heb ik gemeten. Ja. Maar dit is een waarde van 35, 36.
En als je hem dan hier houdt, gaat hij naar de 70. Nou, rondom de 70 gaat hij richting echt nat. Dus hier is het gewoon nat. Ja. En als ik hem ook hier bijvoorbeeld hou, dan loopt hij zelfs op richting de 100 op sommige plekken. Ja, en dan is het niet zo vreemd dat het gaat schimmelen. Nee, nee, want als je ook nog eens met de infraroodcamera kijkt, dan zie je dat deze muur een graad of 17, 18 is. En als je dan naar deze muur gaat, gaat hij echt een graad of 3, 4 omlaag. En dan is het nu nog relatief warm buiten. Als je hem omlaag doet. Ja, ja, en hoe vochtiger de muur, dan gaat hij ook nog eens meer geleiden. En dan wordt hij dus nog kouder. En dus het is eigenlijk een soort kettingreactie. Die muur wordt nat. Daardoor gaat hij nog meer geleiden. Dus al het vocht wat hier wordt geproduceerd slaat ook nog eens een keertje op die koude muur. Ook nog eens neer. Dus ja, en dan krijg je schimmels op een gegeven moment. Nou, dan heb ik het hier wel gezien. Ja, denk ik ook. Maar ik ga nog even terug naar het vuurtje. Ja, en dan moet ik er ook zien. Ik zie helemaal niks. Kijk, nu zie ik wat. Het gaat mij ook niet om de rook. Het gaat mij om de geur. Nou. Ja, nou. Ik hoorde u hard hakken. Ja. Nu brandt hij helemaal goed, hè? Ja, hij begint lekker op temperatuur te komen, zoals je hier ziet. Je ziet ook dat hij een flink vuur heeft. Dat klinkt heel lekker, dit. Ik had trouwens iets ontdekt. Oh! Ik vergeef me, maar ik zat in uw houtstapeltje te kijken naar het prachtige aanmaakhout op zich, dit. Dit is echt niet verstandig. Nee, dit is behandeld hout. Daar zit witsel op. Ja. Ja, los daarvan, welke vorm dan van behandeld hout, of elke vorm van behandeld hout moet je eigenlijk laten, niet stoken. Hm. En zeker bij het aanmaken, dan is alles nog koud. Ja, dat is dit niet goed. Maar geverfd hout en behandeld hout is uit een boze. Ruik maar gewoon de kachel. Ja, nee, maar ik ruik het ook al. Nu ruik dat is geen normale houtgeur. Nee, dat is dat chemische luchtje. Ja, hetgene wat ik heb aangegeven, een penetrante lucht. Oké, nou dan ben ik blij dat we de oorzaak hebben gevonden. Nu ruik je eigenlijk wat je menige Nederlandse straat op vrijdagavond. Wat niet hoeft, hè? Nee, maar je ruikt het wel. Ja. Ik heb alles bekeken, bij u en bij u. We gaan naar de hoorzitting, restaurant Dentol in Meteren. En daar gaan we over de zaak praten. Oké. Zie ik u strakjes. Ja? Sinds de bouw van het huis in de jaren 20 heeft er dus nooit een dakgoot gehangen. En de laatste jaren zijn er wat aanpassingen gedaan die voor de problemen zorgen. Dus Van Gelderen moet een dakgoot plaatsen. Onzin. Onzin? Leef jarenlang heeft er grind gelegen. En er was niks aan de hand. Dat is 12 jaar geleden bestraat. Dan had je gelijk naar de mensen toe moeten gaan en dan had je moeten vragen. Jongens, laat dat grindpad leggen, want daar hebben wij alleen maar last van als dat niet weggehaald wordt. Er zit een behoorlijke tijd tussen, zeg. Ja, dat vind ik een beetje overdreven. Het is gewoon buurtje pesten, hè? Ja, mijn kliko's mooi daar zetten tot erop gereageerd wordt. En dan gaan wij reageren dat wij er toch wel een beetje last van hebben door het regenwater. Ik begrijp oprecht niet waarom José om te beginnen die kliko's nou eens weghaalt. Dan kan je zien of daar het probleem zit. Is dat niet zo, dan kun je vervolgens weer overgaan op een dakgoot. Maar ik begrijp oprecht niet waarom die kliko's daar blijven staan. Van de Brink, je mag reageren. Ik heb echt geprobeerd met deze mensen een normaal gesprek aan te gaan. En u kunt ook in het filmpje zien dat is niet mogelijk. Want de buurman die ontploft binnen de kortste keren. Je zit gewoon te huichelen. Ja, meneer Van Gelderen. We zijn beide weer te praten en dan worden de deur dichtgegooid. Dus dan kun je niet meer praten, dan zijn we klaar. Ja, ik zie wel meneer, die is wel een beetje een driftkikkertje. Maar ik denk dat het best wel zou helpen als je gewoon op een rustige, normale toon met elkaar zou communiceren. Wij gaan het hier toch niet over persoonlijke eigenschappen hebben. We hebben het hier over een dakgoot. Waarom zou er een dakgoot geplaatst moeten worden als tientallen jaren goed is gegaan? Er wordt wat veranderd, er wordt bestraat, grind wordt weggehaald en er zijn problemen. Ja, ik zeg 1 en 1 is 2. Mag die mevrouw misschien zelf bepalen wat ze op de eigen manier. Maar 1 en 1 is 2, dus dan moet dus een dakgoot komen. Als die klachten niet wil hebben, dan haalt ze het weg. Goed, laten we eventjes naar de hoorzitting kijken. En misschien veranderen we dan nog van mening. Want tijdens de hoorzitting zien we dat meneer Van Gelderen tot rust is gekomen. En mevrouw Van der Brink houdt zich nog steeds bij de feiten. Welkom, we zijn in Meteren. En aan de orde is de zaak van mevrouw Van der Brink tegen de familie Van Gelderen. Mag ik eerlijk zeggen wat ik ervan van vind? Ik denk dat het probleem die steeg is en die muur. En ik denk dat de rest er gewoon bij de haren wordt bijgesleept. Die kersenboom en de houtkachel. Maar ik denk dat het allemaal extra is. Dat het gewoon om die steeg gaat. Ja, of zie ik dat nou verkeerd? Waarom moeten zij een dakgoot ophangen als hun dak niet over de erfgrens komt? Met andere woorden, dat het water wat eraf komt, loopt in feite op hun eigen grond. Maar dat is niet het geval. Het water wat er afloopt, loopt niet alleen op hun eigen grond. Nee, dat loopt ook verder af natuurlijk. Ja.
Ja. Ja, dat is helaas in Nederland wel gebruikelijk. Dat het water moet ergens blijven en loopt dus vervolgens weg. Ja, maar als het opgevangen wordt, dan hoeft het daar ook niet te lopen. Nou, dan gaan we even naar het technische verhaal. Ingenieur Borgers, ja, daar zit u. Toen het huis in de 20 jaren van de vorige eeuw werd gebouwd, was er niks aan de hand. Er lag grind omheen. Ja. En eigenlijk alles bij elkaar opgeteld. De bestrating. Ja. De containers, de coating ook nog. Heeft ook geen goed gedaan eigenlijk. Wat moet er nu korte termijn gebeuren? Ja, de simpelste en makkelijkste oplossing is gewoon een goot aanbrengen. Ja. Het behoud van de woning. Of weer helemaal terug in de originele staat met een breed grindpad eromheen. Maar ja, want het strookje van 15 centimeter, dat zegt mevrouw terecht, is ook niet voldoende. Even los van of u het moet doen of niet, zou een dakgoot niet handig zijn? Dat is ook zo. Ik ben altijd van mening, die druppeltje valt op mijn eigen grond en er heeft altijd grind gelegen. Dus dat water, daar had nooit niemand geen last van. Dus waarom moet ik daar een dakgoot aan maken? Nee, maar nu is er wel een probleem, dat bedoel ik. Dat is wel een probleem, ja. Maar ik zeg ook niet dat je er nooit komt. Maar nu wil ik eerst maar recht. Dus je zegt, ik wil er best over nadenken over een dakgoot, maar ik wil niet worden gedwongen door de buurvrouw. Ja, precies. Precies. Nou, waarom zet u uw kliko's tegen hun muur? Ik zet mijn kliko's op die plek, omdat het voor mij het meest praktisch is. Maar als zij er nou zo'n last van hebben? Ja, dat klopt. Maar tegelijkertijd zeg ik dan ook, van waarom kunnen we dan niet met elkaar het gesprek aangaan van, ik wil best die kliko's verzetten. En als jullie dan een dakgoot ophangen. Ja, op die manier denk ik dat je gewoon redelijk met elkaar iets moet kunnen bespreken. Nou ja, het is wat een beetje een Russische onderhandelingstechniek. Hè? Van, dit is wat er moet gebeuren en over de rest kunnen we praten. Wat u zei, hè? Er moet een dakgoot komen en over de rest kunnen we dan gaan praten. Nou, maar dat is natuurlijk niet een open gesprek. Nee, maar zo ervaar ik het niet. Ik zie dat niet zoals u dat nu schetst. Evengoed geldt het andersom dan ook. Je moet met elkaar toch een dialoog aan kunnen gaan. En dat is niet mogelijk. Zeer zeker, maar dan moet je eens kijken. Een dakgoot. Maakt niet uit, ik zeg niet dat hij er nooit komt. Maar wat een werk dat het is. Maar wat is kliko's voor een werk om eventjes weg te zetten? Ja, maar dat kan toch het argument niet zijn? Ik zei tegen jou, Jeanette, of José, zet ze dan een andere plek. Nee hoor, dit is veel makkelijker. Ja, dat heb ik ook aangegeven. Ja. Dat is voor mij veel praktischer. Meneer Borgers, heeft u enig idee over hoeveel geld praten we? Als we het over een dakgoot hebben? Nou, volgens mij ben je tussen de 500 en 800 euro heb je daar een eenvoudige type goot hangen. Met een hemelwaterafvoer die dan uiteindelijk onderaan op de straat spuwt. Hè. Dus als je hem wil aansluiten op de riool ben je iets meer kwijt. Schrikt u ervan of denkt u dat kan wel kloppen? Ja, dat zal best kunnen kloppen. Maar, ja, ik bedoel, dat is het punt niet. Het grind moet gewoon terug. Dan heeft het probleem opgelost. Ja, maar goed. Als je nou als een dakgoot komt en zij betaalt hem. Ja, ik zeg maar wat hoor. Dan heeft u er geen problemen mee. Ja. Of is het gewoon nu, we moeten winnen? Nou, het gaat mij niet om het winnen. Het is mij gewoon in het verkeerde keelgat geschoten van mijn grond. Mm-hmm. En jullie doen dit. Dan zal ik het proberen. En ze moeten er dit aan doen. Ik moet niks. Ik moet helemaal niks. Precies. Dan komen we aan een heel ander onderwerp. De kersenboom. Ja, dat ding is op sterven na dood. Kunt u zorgen dat die takken zo worden gesnoeid dat ze niet meer overhangen? Ja, we geen enkel probleem. Nou, dan zijn we daaruit. En dan gaan we naar de houtkachel in de schuur. Ja, zoals die deskundige straks zei, er zat iets geverfd hout in. Nou, dat zal dan niet meer gebeuren, daar haal ik eruit. Ja, dat konden we heel goed ruiken. Ja, nou, toen dat erop ging, zal toen, niet meer gebeuren, dus dat is het punt. Maar toen bij u was, zag ik... tot mijn verrassing dat u zelf ook van een fikkie houdt. Ja, nee, ik heb een terrashaard die ik een paar keer per jaar aansteek. Ja, ja, er zijn meer mensen die dat op een koude zomeravond doen. Ja, dat kan heel gezellig zijn natuurlijk. Klopt. Maar daar klagen de buren niet over. Nee, maar ik denk ook dat er geen reden is om daarover te klagen. Nou, als jij die aan hebt, dan zitten we aardig te dempen. Maar José, je kunt overal wel een probleem van maken, maar daar heb je niks aan. Nee, dat klopt. Dat is ook zo. En nou, daarom zit ik daarom, hier. Daarom hebben wij ook niet daar nooit over gepraat. Ik heb ook aangegeven dat als wij dit probleem met elkaar kunnen oplossen, dat ik nog graag 30 jaar naast jullie woon. Dus dat vind ik helemaal geen punt verder. Nou, wij zullen wij geen 30 jaar naast Ik ben bang dat dat het misschien niet lukt. Nou, volhouden. Je moet gewoon volhouden. Ja. We moeten gewoon een wedstrijdje van maken, wie het eerst vertrekt. Ja. Ik vind een goede verstandhouding met mijn buren heel belangrijk. Ja. En dan wil ik dit soort problemen uit de wereld hebben. En als dat niet niet met elkaar gaat, dan hoop ik dat dit een oplossing biedt om daarna nog hele lange tijd op een normale manier naast elkaar te wonen. Nou,
Nou, José, ik ben helemaal niet voor ruzie, hoor. Hou me te goede, maar ik vind dat je dit wel iets te ver doorgedraaid hebt. Dat je de deur van Piet dicht deed, dat vergeef ik je niet. Dat is een duidelijk laatste woord. Dan komt er binnen niet al te lange tijd een uitspraak in de studio in Zaandam. En dan zie ik u daar terug. We hebben de vochtplekken gezien bij Van Gelderen. Er moet een dakgoot komen, dat is volgens mij de conclusie. Ja, wie gaat dat betalen? De eigenaar gaat het betalen. Zij hebben in het verleden ook niet de rekening gedeeld van het betegelen of bestraten van het pad. Van het stukje strookje van hun, ja? Nee, dus zij gaan nu hun eigen dakgoot betalen. De buurvrouw die moet betalen als de dakgoot er komt. Dat lijkt me heel eenvoudig. Zij heeft de tegels aangebracht. De gevolgen zijn er gekomen en zij betaalt het. Die oudere mensen daarvoor laten betalen, sorry. Ik vind het te belachelijk voor woorden. Is iemand van gedachten veranderd door de hoorzitting? Nee. Blijft iedereen eigenlijk min of meer bij het standpunt? Komen en dit hoort gewoon bij het reguliere onderhoud. Dus een dakgoot moet er komen en wie moet het betalen? Ze moeten het zelf betalen, hoort bij het onderhoud van het huis. Ik ben een beetje van mening veranderd dat er inderdaad wel een dakgoot kan komen. Alleen dan vind ik wel dat de kosten wel verdeeld mogen worden. Elke keer als ik hier hoor suggereren dat de kosten van de dakgoot door de buurvrouw betaald moeten worden, hoor ik uit de hoek van meneer van de familie Van Gelderen ontzettend gesputter. Dus ik denk dat meneer Van Gelderen nooit zal toestaan dat zijn buurvrouw zijn dakgoot betaalt. Nee, dat klopt. Het zal nooit gebeuren. Het zal nooit gebeuren, hoor ik al. Nee, dus dat zal nooit gebeuren. Dat zal nooit gebeuren. Nou ja, we zullen het zien. Komt het vocht bij u ook door de muren of voelt u op de een of andere manier nattigheid? Meld u zich dan nu aan. En is het nu tijd voor het eindoordeel. Hier is meester Visser. Uitspraak in de zaak Van den Brink tegen Van Gelderen. Ja, zoals door het kadaster gemeten is er een kleine strook grond in de steeg eigendom van Van Gelderen. Zijn dak en dus ook het water wat eraf komt, dat blijft binnen die strook. Hij watert dus af op eigen grond. En dat mag. Juridisch is Van Gelderen dus niet verplicht om een dakgoot aan te brengen. Echter, toch zal ik hem als rijdende rechter maar enkel op gronden van redelijkheid en billijkheid verplichten om dat wel te doen. Want een goot is nu eenmaal veel beter voor alle betrokkenen en neemt alle overlast weg die Van den Brink nu zegt te ondervinden. Maar als dat redelijk is, dan is ook redelijk dat de kosten daarvan voor Van den Brink zijn. Want zij wil per se die dakgoot hebben en zij heeft daarvan het meeste voordeel. Dit tot een bedrag van €750, want ja, als Van Gelderen een gouden dakgoot wil ophangen, dan moet hij dat natuurlijk zelf betalen. Hè, maar dat is het bedrag. Van den Brink moet financieel ook bijdragen in de door Van Gelderen geleden vochtschade. Nu voldoende aannemelijk is dat er door haar expres, want dat is het echt hoor, expres tegen die muur geplaatste vuilcontainers aan die schade hebben bijgedragen. Ik zal dat aandeel bepalen op €120. De vuilcontainers, dat zal duidelijk zijn, die mogen daar niet meer staan. En Van Gelderen mag zijn deel van de steeg, dat aan hem toebehoort, ook gewoon afzetten. Dat voorkomt een hoop verjaringsproblemen in de toekomst. Van den Brink moeten door haar daar op die strook grond gelegde tegels, klinkers, weer verwijderen en daar ook grind storten. Dan nog de houtkachel. Er is geen sprake van structurele overlast veroorzaakt door de houtkachel van Van Gelderen. Natuurlijk moet Van Gelderen wel droog en onbewerkt hout stoken, maar voor de rest moet Van den Brink dat stoken maar gedogen. Net zoals haar buren niet moeten klagen over haar vuurkorf. Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Dank u wel. Nou, we hebben het duidelijk. De dakgoot, die moet er komen. Maar het was toch best een fikse uitspraak naar u toe ook. Ja. Jammer. Jammer. Jammer? Ik denk dat het toch een wat eenzijdige kijk op het geheel is. Maar laten we wel wezen, het contact is goed verstoord door deze kwestie. Ja, dat is zeker. Daar is het hele geval niet waard. Nee, maar ja, het is wel zover gekomen. Ja. Zo is. Dit is een harde uitspraak. Ja, en dit was de laatste uitzending van dit seizoen. Maar u hoeft ons niet te missen, want deze zomer zijn we er weer met De Rijdende Rechter wordt vervolgd. Waarin ik ga kijken hoe het de mensen vergaat na een uitspraak. Dus u weet, kom ik ook wel bij u langs. Nou ja, dat zien we dan wel weer. Dat zien we dan wel weer. Tot dan. Dag. Nou, succes. Dag.
komt ze ook, zou ze ook kunnen zeggen, ja, maar ik heb ook aandelen in je hoofdje als een arbeidsvoorbieter. Iedereen is anders. Gelukkig wel.